donderdagavond zijn bijna 200 boeren uit de regio de weg opgegaan om te protesteren tegen de voorgenomen stikstofmaatregelen. Een van die boeren, Wim Bonenstro uit Doornspijk, legt uit wat de reden is voor deze actie. Wat er eigenlijk de laatste weken weer is besloten door de minister. Er is een voermaatregel afgekondigd. Ja, ik kan er heel technisch op ingaan, maar het houdt er eigenlijk in dat we de minister een regeling heeft getroffen om stikstof te verdienen, zeg maar, om huizen te kunnen bouwen. En dat betekent dat er minder eiwit aan de koeien gevoerd mag worden. En dat moet eigenlijk uit de veehouderijsector moet dat wegkomen. Dus wij krijgen een maatregel van 4 maand, we zeggen door de strot geduwd. Waarvan eigenlijk door de dierenartsenorganisaties en ook door de veevoederindustrie eigenlijk aan de minister is geadviseerd. Jongens, dit moeten we niet doen, want dit is heel nadelig voor de gezondheid van de koe. Het blijkt erg nadelig te zijn voor de koe als ze niet volgens de norm gevoerd worden. Je moet hetzelfde doen als dat wij ons niet aan ons dieet houden, aan onze dagelijkse behoeften die we nodig hebben om te kunnen werken, om te kunnen produceren. En dat ga je nu bij die koe ga je dat onderuit halen. En dat kan niet van de een op de andere dag kan dat nadelige gevolgen hebben. Maar het kan wel op een hele lange, of langere termijn, een aantal maanden, kan een negatieve gevolgen hebben. Dat je zegt, nou, ik krijg vruchtbaarheid, de koeien krijg ik niet meer drachtig, ik krijg de koeien met een verminderde weerstand. Al dat soort problemen, sluimerende problemen die niet direct zichtbaar zijn, die toch van heel grote invloed kunnen wezen. Een koe moet gestuurd worden op zijn eiwitten. Een koe die in de natuur zou grazen, die gaat ook af en toe op zoek naar een hapje. En dat er voldoende eiwit in zit, dat hij ook zijn voedsel in balans heeft. En dat is waar wij ook continu elke dag mee bezig zijn, binnen ons bedrijf, maar iedere collega boer, om die balans erin te krijgen om de koe gezond te houden. Volgens Bonenstro is de veehouderij een makkelijke prooi voor het kabinet, aangezien de stikstofproductie voor deze sector gewoon op papier staat. En we krijgen nu het gevoel dat we het wisselgeld zijn om andere sectoren, en met name nu de bouw, en nu wordt het ook openlijk gezegd door minister Schouten, door premier Rutte, gezegd van, ja, wij moeten huizen bouwen, dus we hebben stikstof nodig. Nou, en daar voelen wij ons niet voor, of daar willen we ons niet voor lenen. En dat is er aan de hand, dat we nu zeggen, jongens, dit kan allemaal niet. En dat de minister is geadviseerd door onze eigen veevoederbranche, door de dierenartsenbranche. En dat legt ze naast zich neer, die adviezen. En toen hebben we gezegd, ja, maar dit laten we niet over onze kant gaan. Hier gaan we toch echt heel veel werk van maken. En ja, de minister is nu op zomerreces gegaan. En de uitdaging is nu om de minister en het kabinet maar eens weer even naar huis toe te halen. Want we blijven nu echt heel lang doorgaan totdat de hoven gaan buigen.